Beste luisteraars, welkom bij het programma Wist u dat op deze vroege woensdagmorgen. Aan de telefoon hebben we de heer Edward Belfort vanuit Paramaribo. Meneer Belfort, goedemorgen. Goedemorgen meneer Botso, goedemorgen luisteraar van Radio Damsko Nasamita vanuit Zandag Paramaribo. Het is het nieuwjaar van 2024 en we zijn in januari. Ja, we zijn er. Ja, maar hoe is men het jaar begonnen in Suriname? Nou, velen zijn teleurgesteld natuurlijk. Want de brandstofprijzen die zijn weer omhoog gebracht. Ja, en men had dat niet verwacht. We worden steeds verrast. Elke keer de brandstofprijs omhoog. En dat betekent verhoging van goederen en diensten. En vooral de ambtenaren die dagelijks in vervoersmiddelen moeten gebruiken, bromfietsen, auto's, die merken het steeds weer, omdat ze moeten tanken om aan het werk te gaan. Hè. En ook als je in de winkels gaat, zie je dat de prijzen behoorlijk zijn opgeschroefd. Dus het jaar hopen wij dat het goed komt, maar de tekenen die zijn niet veelbelovend. Zijn er ook andere tekenen waarvan u denkt van oké, dat ziet er niet goed uit? Ja, als we kijken naar de veiligheidssituatie, dan kan ik zeggen dat dat alles van, het geeft echt geen gevoel van tevredenheid. De regering heeft zelf topoverleg. Dingen gezegd, de veiligheid rakende. De president zegt zelf dat het veiligheidsgevoel zinkt steeds weg. En de president heeft dus maandag op de regeringspersconferentie gezegd dat er dus dinsdag topoverleg zal worden gevoerd over deze kwestie. Het staatshoofd is erop gebrand het veiligheidsgevoel terug te brengen in de samenleving. De president benadrukt dat veiligheid behoort tot een van de belangrijkste prioriteiten van de regering. Daarom zullen diverse actoren deelnemen aan het overleg, waaronder de leiding van het Korps Politie Suriname, de ministers van Defensie en Justitie en Politie en de procureur-generaal. Verder zegt de president dat ligt in de bedoeling dat het actieplan tijdens het overleg was gepresenteerd en besproken om vervolgens de veiligheid in de samenleving op te voeren. De aanpak zal liggen op verschillende niveaus, van preventie tot zichtbaarheid van de politie. Zegt de president verder, als gewezen minister van Justitie en Politie, vindt hij dus dat de politie dadergericht moet optreden, zodat de personen die misdaden plegen daadwerkelijk kunnen worden opgepakt en voor justitie komen te staan. Dus deze dingen hebben wij een aantal keren al aangehaald. We zijn zelf met adviezen gekomen naar de regering wat ze moeten doen. Maar als er geen budget vrijgemaakt wordt, want dat zegt de minister ook. De minister zegt verder dus, dat er diverse ruzies liggen bij de minister van Financiën. En er komt maar geen schot in de zaak. Waardoor middelen niet vrijgemaakt kunnen worden voor de politie. Om daadwerkelijk op te treden. En ik heb begrepen dat men voornemens is 30 voertuigen voor de politie aan te schaffen. Dat is echt iets dat een druppel op een hete plaats gaat zijn. We vinden het jammer, we komen ook uit de organisatie Korps Politie Suriname. Ik was ook minister, ik heb het kunnen doen. En ik wil mijn ervaring meedelen met de mensen, de regering. Ik kom met adviezen. Maar mijn adviezen worden gewoon niet opgevolgd. Ongevraagd geef ik adviezen. Men moet niet schromen om middelen vrij te maken van de politie. Dat moet men doen. Maar in één keer toen deze regering aantrad, heeft men in één keer meer dan 300 agenten. Ondertussen heb ik begrepen, is het al 400. Zoveel agenten weggehaald om
voor persoonlijke beveiliging van hoogwaardigheidsbegeleiders. En een lichting agenten om op te leiden, een lichting van 100, duurt ongeveer een jaar. Dus dan ben je eigenlijk bijna 4 jaar bezig om zeg maar de mensen die zijn weggehaald weer aan te vullen, aanvulling te plegen. Ondertussen stijgt de criminaliteit. Middelen zijn niet vrijgemaakt, voertuigen zijn dus niet aangeschaft. In mijn periode weet ik, ik had in 1 keer meer dan 200 voertuigen aangeschaft van de politie. Ja, en de politie was zichtbaar. Ja, we deden aan preventie. Ja, er werd ook gesurveilleerd, zichtbaar. Waardoor dus de criminelen geen kans hadden om zeg maar ongestoorde gemeenschap te terroriseren. Nu is dat niet zo. Onlangs is er een hoogbejaarde vrouw die heel boven is, in haar woning, beroofd geworden door 3 criminelen. We hebben de videobeelden gezien. Gelukkig heeft de politie aan de hand van tips vanuit de gemeenschap deze criminelen kunnen inrekenen. Maar ik vraag me af of deze criminelen wel hard hebben. Een hoogbejaarde vrouw ga je daar in een woning om geld vragen, hand op de mond zetten. Dus zover is men gegaan, hè. En dat schrikt de samenleving. En de samenleving is niet tevreden over de prestaties van de politie. Ik vind het heel jammer, want de politie die is er om voor orde, rust en veiligheid te zorgen. Maar als je de middelen niet vrijmaakt, terwijl de politie al jaren aangeeft wat er gedaan moet worden, dan wil men licht de politie, althans in de richting van de politie, de schuld geven. Maar dat is het niet. Het is de regering die moet inkomen met middelen, zorgen dat er genoeg manschappen zijn en met trainingen. Dat gaat u zien. Hoe heeft Belfort het kunnen doen al de jaren? En dat zeg ik ze. Ik hou niets achter. Ik deel mijn ervaring. Maar ja, het wordt niet opgevolgd. En dan zitten we met berovingen, met moorden, met verkrachtingen, met diefstallen. Dus dat is het. Maar goed, ik bedoel, ik zeg van, als de regering op een gegeven ogenblik zegt dat zij toch wel de zorgzaamheid van de bevolking beter wil aanpakken, heeft de regering dan ook gezegd op welke manier ze dat gaat doen? Ik zeg, een actieplan zal gepresenteerd worden, maar ik heb niet gezien dat is. Pardon, dat er middelen vrijgemaakt zullen worden. Integendeel zegt de minister van Justitie en Politie dat er zoveel rusties liggen op het ministerie van Financiën en Zaken worden maar niet gefinaliseerd. Dus al kom je met een actieplan, je zal toch de middelen moeten vrijmaken. Zonder geld kun je geen veiligheid bieden. Dat is het in het kort. Heel kort en krachtig, zonder geld geen veiligheid. Geld, dan gaat u zien dat er veiligheid geboden kan worden. Want dan kun je inspelen op alle zaken, voertuigen, manschappen, trainingen enzovoort, voorlichting. Maar zonder geld, dan zit je te kijken. En ik vind het heel jammer, beschamend voor de politie ook, om zo te zitten. Bureaus die geen voertuigen hebben, gebouwen die echt deplorabel eruit zien, toiletgroepen die niet onderhouden worden. En dat werkt demotiverend op de manschappen. Okay. Dat is eigenlijk in grote lijnen de zaken die aangepakt moeten worden door de regering. De criminaliteit is dus nog steeds een grote hoofdpijn in die samenleving. Zijn er nog andere zaken die aan het begin van dit jaar aan de orde zijn geweest tot nu toe? Dat bijvoorbeeld de president daar iets over gezegd heeft, of dat er gedacht is vanuit de samenleving of vanuit groepen van de samenleving om iets te doen? Wel hebben we gezien dat de president zegt
er is stabiliteit, maar aan de andere kant zegt de Vereniging van Economisten, er is geen stabiliteit en ze geven cijfermatig aan waaraan het zeg maar, te destilleren is. Dus dit jaar, 2024, zal gekenmerkt worden met vele zoete praatjes, want het is het jaar voor de verkiezingen. Men zal met cadeautjes komen waarschijnlijk, geschenken, pakketten, alleen maar om het volk zoet te houden. Maar van concrete zaken, om het, de armoede die er heerst, te beteugelen, zal er weinig te doen zijn. En dat vind ik heel jammer, een kleine gemeenschap, vredevolle samenleving, maar armoede teistert de samenleving. En we willen helpen, we willen de regering helpen, maar de regering die slaat alle adviezen in de wind. Ja, ja. Maar als u het heeft over armoede bij de bevolking, wat zou er moeten gebeuren? Wat zou de regering eigenlijk nu moeten doen om ervoor te zorgen dat de mensen het een beetje beter hebben? Want iedereen die ik spreek op dit moment in Suriname, ja, die klaagt steen en been. Maakt niet uit dat ze nou uit Nederland teruggegaan zijn naar Suriname of iets dergelijks, maar die klachten die zijn hopeloos. Ja, de regering zou doelgericht moeten optreden om de samenleving de nodige aandacht te geven. Dan bedoel ik de prijzen in de winkels van basisgoederen zodanig laag houden dat ze betaalbaar zijn voor ieder. Op dit moment is een kilo bruine suiker boven de 50 SRD. Ja. Brood. Boven de 50 SRD? Ja. Een kilo. Ja. Alle zaken zijn omhoog gegaan doordat het beleid wat de regering heeft gevoerd afgelopen periode. En we vinden het jammer. Een kleine gemeenschap, maar de samenleving is verder de armoede ingestuurd. Was het zo dat een liter brandstof, ja, een liter unleaded kostte 6 tot 7 SRD? Nu is het bijna 50 SRD voor een liter unleaded. Ja, in 3 jaar, bijna 3,5 jaar tijd zijn de prijzen behoorlijk omhoog gegaan. En dat is merkbaar in de winkels, in ja, de prijzen van goederen en diensten. En daarvoor heeft het volk echt niet gestemd. Het volk is naar de stembus gegaan met goede voornemens om het beter te hebben. Ja? En het tegendeel is het volk eigenlijk belazerd geworden. Ik vind het heel jammer. Ik hoop dat de regering het getij keert, zodat de samenleving uiteindelijk vooruit kan komen. Op dit moment, iedereen die weg kan en weg wil, die zoekt zijn of haar heil in het buitenland. En dat moet er niet zijn, want dan krijgen we een brain drain. Jonge mensen gaan weg, deskundigen gaan weg, specialisten gaan weg. En uiteindelijk, wie blijft er over? Dus ik hoop echt dat de regering de handen in elkaar slaat en werkt voor de samenleving. Want op dit moment lijkt het er alsof we twee regeringen hebben in één. Die elkaar bestrijden. Ja, ja. Goed. Is er nog iets anders wat nog speelt nu aan het begin van dit jaar? Wel, heb ik zo gisteren gelezen. Ik vestig geen aandacht meer daarop. Dat meneer Boutersen en anderen je advocatenteam hebben aangetrokken. Want meneer Boutersen had die advocaat van hem, hoe heet die goede man ook alweer? Ja, meneer Kanai. Kanhai, ja, die was op een gegeven ogenblik aan de kant gezet. En hij heeft dus een groep advocaten genomen die, zeg maar, een verzoek hebben gedaan bij het Openbaar Ministerie. Ja, of in elk geval. Dat het verzoek is gedaan om de executie over te gaan. Maar wat moesten ze doen? Hij zou vrijgelaten moeten worden. Dus de opschorting van uitvoering van het vonnis. Ja, ja, opschorting, inderdaad. Maar ondertussen heeft het Openbaar Ministerie dat verzoekschrift met redenen afgewezen. Ja, ja.
verzoek is afgewezen. En wat, hoe nu verder? Wel, ik denk hoor, ik ken de case niet echt meer. Ik heb me ook niet meer gefocust erop. Maar zoals de kaarten liggen, dan denk ik dat het Openbaar Ministerie zich speelt op executie van het vonnis. Dus ze gaan dus het vonnis uitvoeren? Ja, ja. Denk ik. Het Openbaar Ministerie die richting op wil gaan. Maar ik had ook begrepen dat er een gesprek zou komen tussen zeg maar de mensen die een gevangenisstraf moeten uitzitten en zeg maar de regering, anders de president, om zeg maar een zachte landing te maken, zoals ik het gelezen heb. Wel, ik heb mij nogmaals niet daarin verdiept, maar wat ik kan zeggen is wat ik in de media heb vernomen, want de zaken komen in de media, is dat dus de regering, het Openbaar Ministerie, hoor, het verzoekschrift om uitstel van executie of schorting van het vonnis heeft afgewezen. Dus als jurist dan weet ik dat de weg geplaveid wordt om het vonnis te executeren. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Verder, ja, de advocaten zullen dus daarop reageren en de mogelijke te ondernemen stappen, verdere stappen dan nemen. Oké. Goed. Zijn er nog andere dingen? Ja, ik heb begrepen dat die nieuwe beweging die heeft een handtekening gekregen, hè? Oh ja, dus dat heb ik ook vanuit die medium begrepen. En dat de president het stuk U valt echt weg. Ja, dat de president het stuk heeft geaccordeerd op 22 december. Dus vorig jaar. Dus het is nu in de finale fase beland. Waarbij okay. Het teruggestuurd wordt naar Binnenlandse Zaken. En vervolgens moet het stuk zijn weg vinden naar Justitie en Politie. En daar zal men het een afschrift naar gaan halen. Oké. Goed. Ja. Meneer Belfort, ik wil u heel hartelijk dank zeggen. Als u niet direct nog iets hebt van het begin van het jaar, dan dank ik u heel hartelijk en wens u een hele fijne dag toe. Ja, wat ik nog wil zeggen is dat ik ieder bedank die zijn of haar geduld op de proef heeft gesteld. Uiteindelijk heb ik begrepen dat het stuk getekend is. Velen zeiden dat het zal niet getekend worden. Maar ik heb nog geen contact met de mensen gemaakt. Maar ik bedoel de mensen zoals de meneer Samson en zo? Ja, ja, ik heb nog geen contact met ze gemaakt, maar ik heb het programma van die beluisterd en daar hebben ze het bekend gemaakt dat het getekend is door de president. Ja, ja. Bedankt aan ieder en laten we kijken naar een nieuwe richting, die dus Suriname, met Surinamers en Surinamers in Nederland voornamelijk en andere landen, op spoor moet gaan zetten de komende verkiezing. Goed. Nogmaals bedankt en een fijne dag toegewenst. Ook dank en tot bij. Tot horen.